Ik heb zojuist toch nog een pakketje binnengekregen van, vanuit Duitsland. De banner die we hebben ontworpen. De Mikmuur. En nog wat winprijzen voor de loterij. Huh? Grappig. Vliegenmepper. Oh, wacht. Oké, wacht. Ik het zien. Maar waar moet dit? Hè? Waar is dat? Even een momentje om stil te staan. En mezelf voor te bereiden op morgen. Want het event is eindelijk morgen. En gewoon zo dankbaar dat ik hetgeen wat ik in mijn hoofd had. Dat ik dat gewoon heb gedaan. En morgen is het D-Day. Dus dan moet ik er echt staan. Tuurlijk, ik weet sowieso, iedereen heeft er zin in en we gaan gewoon plezier maken. Maar ik moet me nu ook gewoon even goed voorbereiden, mentaal gezien. En hoe ga ik alles doen, wat ga ik allemaal zeggen en even goed de dag visualiseren van het begin tot het einde. Zodat ik ook zo goed mogelijk wat ik in mijn hoofd heb zitten, dat er gewoon uit gaat komen. Maar gewoon ook de mensen die mij berichtjes sturen van, oh, ik heb er zin in en tot morgen, succes nog met voorbereiden. En ja, dat ik gewoon iedereen bij elkaar heb gekregen die gewoon mijn visie, dat ze daarin geloven en mee willen doen, et cetera. Dat betekent echt heel veel en ik heb er gewoon ook heel veel zin in, hoor. Ik ben aan het huilen, maar ik ben gewoon heel dankbaar dat ik het ook heb aangedurfd om dit zo uit het... Nou, niet uit het niets, maar om dit toch te gaan doen. En vrij snel nadat ik mijn BEMTO-carrière heb beëindigd. Dus het is nogal wat. Maar goed, ik vertrouw op de Heer. En het gaat gewoon een hele mooie dag worden. Dus... Oké, druk aan het opbouwen. Het is nu, hoe laat is het? Snel. Kantine gaat over een paar minuten open. Dan kunnen we daar opzetten. Plakband. Oom Theo? Nee, waar is Oom Theo? Plakband. Ik woon in Apeldoorn. Ja hoor, ja, prima. Ja, jullie zijn hier en ik ben ontzettend dankbaar. Ik heb er heel veel zin in om de Bempton Clinic te geven, mijn passie met jullie te delen. En dat we samen dus gaan werken aan community building, talentontwikkeling en awareness. Ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. En gewoon ready zijn om... Wat zeg je, Esther? Om te leren, gewoon plezier te hebben. Hè? Ik hoor heel vaak van, oh, maar ik kan dat echt niet en dit en dat. Maar we hoeven ons echt niet te beperken door dat soort gedachtes. We mogen gewoon openstaan voor nieuwe dingen te proberen en daarmee vooruit te komen. In niet alleen in het badminton, maar gewoon in alles wat je doet. Dus ik zou zeggen, pak je spullen, zorg dat je je schoenen aan hebt, flesje water hebt, et cetera. En dan gaan we naar de hal en dan gaan we beginnen. Yay! Yay. Oké! Zo
nou zo zenuw? Iedereen gaat zo lachen ineens. Ja. Hier nog. Hi. Hi. Lucas, wat is dat nog? Hé, we moeten nog beginnen. Hij moet erop zetten. Nee, hij moet erop zetten. Hij moet erop zetten. Nog over. Erop zetten, gelijk erin. Deze hebben gewonnen, Ossie. Maar met deze muziek en deze gezelschap ben ik eigenlijk wel een potje badminton, hoor. Lekker. Mijn bodden is gewoon echt helemaal zakken. Ik weet zeker vanaf 9 uur hoor. Morgen, ja. Ik kan echt niet opstaan. Deze arm hè, is voor gitaar spelen, maar ik kan gewoon geen gitaar spelen morgen. Het is gewoon soeda. Ja, zakken toch? Ik moet andersom spelen nu. Oh man. Maar voor herhaling vatbaar? 100%. Sowieso. Ik ben erbij. 100%. Nummer 3, okay, Kevin. Nummer 3, Kevin. Ik denk dat dit een heel mooi begin is voor meer. Yes! Ja, dus dat ga ik even uitkogelen. Maar ga lekker douchen. Applausje voor Gail! Kawanua so.
Waar komen jullie vandaan? Ik kom uit Arnhem. Arnhem! En wij verzorgen evenementen. Oké. En vanaf 30 personen catering. Oké. Workshops. Dank u wel. Als het nummer 2. Ik had het nog nodig dat jij nummer 1 zou zijn. Helaas. Maar. In de ideeënbus. Al met al, superleuk. Ja? Superleuk. Het smakelijk, hè? Was echt leuk, man. Echt top. Ik ben blij dat ik hierin ben geweest in plaats van paard. Mm-hmm. Smakelijk, boys. Ja. Ik ben 36 jaar. Ik heb een zangcarrière achter de rug gehad. Ik ben zangeres. Ik ben ook weer de muziekindustrie uitgestapt. En daarna besloten om te gaan reizen. Ik ben stewardess geworden. Dat heb ik 8 jaar gedaan. En afgelopen maart heb ik weer besloten om te stoppen. Omdat mijn hart blijft kloppen voor muziek. Dus ik ga die kant weer op. Ja. Ik vind, want het is nog steeds bezig, fantastisch. Ik ben super trots op je, echt waar. Het was intensief, maar op een positieve manier. Dus je maakt snel contact met elkaar, dat was ook het doel, dus dat is zeker gelukt. Dus als het aan mij ligt, goeie vraag. Op de trots! Hoe is die dan? Gewoon echt doen waar ik van hou. En ik denk dat dat ook voor iedereen hier een hele goede tip is. Doe vooral waar je van hou. Weet je? Doe vooral waar je van hou. Ook al kan het nu niet, maak plannen, schrijf wat op. Weet je, als je hart ergens anders ligt dan wat je nu doet. Kijk, ik weet dat soms voor sommige mensen is financieel, is dat misschien moeilijk. Hè? Maar schrijf het op. Zorg dat als de tijd komt, dat je wel ready bent, of dat je wel alvast een stapje kan maken naar die droom toe, doe dat. Dat is echt super belangrijk in het leven. Er zijn heel veel mensen in het leven die eigenlijk niet doen wat ze leuk vinden. En dat is echt zonde van je tijd. En nogmaals, het is niet voor iedereen financieel weggelegd of qua tijd, dat soort dingen. Dus ik bedoel ook niet te zeggen dat het voor iedereen even makkelijk is. Maar probeer altijd je hart te volgen. Probeer altijd te denken van, hey, luister, dit is wat ik wil. En dat blijft altijd, oké, nu kan het niet, of nu kan het wel. Maar als het niet kan, dan blijft het altijd een beetje hier, een plekje in mijn hart hebben. En kan het wel, dan ga ik er vol voor. Dus ja, dat vind ik wel heel mooi om mee te geven voor jullie allemaal. Ja, verder, wat vond ik van vandaag? Ik had voorspeld dat ik zou winnen. Dit gebeurt. Helaas. Okay. Maar de intentie was goed. Nee, niet gewonnen. Maar ik vond het heel mooi om al deze mensen voor... sommigen voor het eerst te ontmoeten. Ik spreek net ook buiten met mensen die zeggen van waar zien jullie anders zo allemaal bij elkaar? Ja. Weet je, dat is echt super, ja, dat is echt uniek. Weet je, want ja, hem ga je in het theater zien. Esther ga je ergens zien waar ze moet optreden. Hem ga je in de sportschool zien, weet je, en iedereen een andere plek. Ja, we zijn niet allemaal bij elkaar, dus dat is echt, ja, heel mooi. En deze tijd en deze generaties nu, en die eraan komen, is echt een begin. Ik zeg altijd, het is eigenlijk een beginnende olievlek. Ik zie nu dat het niet meer belangrijk is, waar kom je vandaan, van welke wijk kom je, ook afstand. Of ik heb ruzie met die, of ik heb ruzie met die. Nee, het is veel meer samen nu. Weet je, en ja, samen gaan we gewoon veel meer bereiken. Dus dit is echt een, voor mij ook al heb ik niet gewonnen. Maar vind ik dit echt super leuk om mee aan deel te hebben genomen. En ik hoop dat we met z'n allen een beetje meer gaan bereiken. Elkaar vooral gunnen. Weet je, en dat we met z'n allen gewoon to the top gaan. Yes, dus thanks Gail. Yes. Karima, die daarachter staat, is een nicht van mij. Door haar en haar vader ben ik op 7-jarige leeftijd begonnen met badminton. Ga maar gewoon doen. Wat kan er gebeuren? Dat mensen nee zeggen, ja oké, en dan? Heb ik het in ieder geval geprobeerd en hetgeen wat ik in mijn hart had en in mijn hoofd, dat ik dat gewoon durf uit te voeren. Dus ja, nogmaals, dank jullie wel voor jullie komst en jullie tijd, energie.
En liefde, want dat voel ik ook hier heel erg veel aanwezig. En ik ben heel erg geïnteresseerd ook in waar ik vandaan kom. Dus vandaar dat ik bezig ben, ook met de EO. Daarom waren ze hier. Dus dat zit er in de toekomst ook aan te komen. Het is een hele journey, heel emo. Dus ik denk dat dat ja, straks met het filmen en zo, de verhalen die naar boven komen. En het feit dat wij ons allemaal kwetsbaar opstellen. Daar heb ik heel veel respect voor. Ook toen ik naar een theatershow ging van Boeing Edward. Dat was heel heftig. Soms om bepaalde dingen te zien en te horen, want het is heel herkenbaar. Wat je in je familiesysteem en je geschiedenis en zo, dat komt nu allemaal bij ons naar voren. Maar wij zijn die derde, vierde generatie die het verschil gaan maken voor onze mensen. Dus daar mogen we in geloven dat wij dat samen gaan doen. We zitten hier samen in. Dus ja, blijf elkaar vooral ondersteunen waar je kan. Gun het elkaar. En ja, let's go. Ik bedoel, ik denk dat we er allemaal klaar voor zijn om die stappen te maken. Gewoon durven. Die programmaboekjes, zorg dat je er eentje of zelfs meerdere meeneemt. Zodat je ze ook aan je neefjes, nichtjes en zo kan geven. Er staan wat oefeningen in om die bewustwording, om dat te creëren. Bewustwording van jezelf, wie ben jij, welke droom heb jij, hoe ga je daar komen. Maar iedereen is zo goed bezig en wij mogen allemaal een voorbeeld zijn. En wat inderdaad vaker is gezegd, Jang en Malu, echt waar, dat is klaar. Ja toch? Dat gaan we niet meer doen. Dus ook wat ik wil zeggen, ik heb dit evenement heb ik niet in mijn eentje kunnen doen. Alle mensen die mij hebben geholpen, van het promoten, van het sponsoren, van het alles. Heel erg bedankt en ja, voornamelijk ook voor mij. Ik weet dat ik dit alleen maar heb kunnen doen omdat ik God aan mijn zijde heb staan. Dus dankzij hem is dit allemaal ontstaan. En ja, dat mogen we ook blijven onthouden wat onze opa's en oma's ook hebben meegegeven. Toch veel het geloof. Ik dank jullie dat jullie onderdeel zijn van deze journey. Zo'n mooie dag was het. Ik moet het allemaal even laten bezinken, want het is echt veel. Het is veel. Laten bezinken. En toen kon het eruit. 628. Hey Valentino. Lekker mee. Zit dat papa geven? Ja. De volgende. 130. Jullie moesten rusten met de top toch? Lekker, lekker. Goedje. Met 100, hè? Ja. Inderdaad. Dat is 100. 54. Ja, sorry. Maar? Die heb ik wel. Ik denk dat het wel grotere maat moet. Maar. Laten we eten.